Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Dit is Holland. Zoals elke week gaan we ook deze week langs verschillende ondernemers in dit land. En ik bezoek het Oertijdmuseum in Boxtel. Niet alleen de dinosaurussen die je hier vindt hebben een rijke geschiedenis, maar ook het museum zelf. Dit alles wat je hier nu kunt vinden is allemaal begonnen tijdens een zomervakantie in Overijssel met de familie Fraaien. Tijdens een dagtocht naar de Hunebedden komen ze langs een grindgroeve en daar vinden ze hun eerste fossielen. En op dat moment slaat het fossiele verzamelvirus toe. Oudste zoon René is zo gefascineerd dat hij geologie gaat studeren aan de Universiteit Utrecht. En inmiddels heeft hij van zijn passie zijn werk kunnen maken als directeur van het museum. Ik ben nog steeds in de Oertijdtuin in het Oertijdmuseum. En hier in het bos vind je levensechte dinosauriërs en eeuwenoude bomen en struiken. Een van de grootste dino's was de Diplodocus. En die leefde zo'n 150 miljoen jaar geleden. In het gebied dat wij kennen als Noord-Amerika. Het dier kreeg in 1878 van de beroemde Amerikaanse paleontoloog professor Otnieuw Charles Marsh zijn naam. Wat dubbele balk betekent. En die naam die slaat niet op de vorm van het lichaam zoals zo vaak te lezen valt. Maar op de dubbele balkvormige uitsteeksels aan de onderkant van de staartwervels. Bij het Arboretum in het Oertijdmuseum zie je allerlei verschillende dino's voorbij komen. We stuiten hier op een bloederig tafereel. We zien hier een Tyrannosaurus die een jonge Triceratops opvreet. En deze Tyrannosaurus was een van de grootste vleeseters en een van de laatste dinosauriërs die ooit geleefd heeft. En deze enorme vleeseter kon wel tot 14 meter lang worden en 8 ton zwaar. En de prooi die werd aangevallen door deze gigantische, zwaar gebouwde kop. Uitgerust met zijn lange tanden en grote spieren in de kaak kon hij heel veel bijtkracht uitoefenen. Als prooi was je eigenlijk nergens. Als je deze jongen tegenkwam. Hier in het Oertijdmuseum, in de Oertijdtuin, vind je ook levende fossielen. Dat zijn dieren en planten die al miljoenen jaren eigenlijk nauwelijks veranderd zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de Ginkgo biloba, ook wel bekend als de Japanse notenboom. Dit is de enige overgebleven soort van dit geslacht bomen dat al 248 miljoen jaar op aarde groeit. Hij komt oorspronkelijk uit China, maar hij groeit niet meer in het wild. Alle bomen die er nu nog zijn, die zijn gekweekt. En hiermee ben ik aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ga nog even rondlopen door deze indrukwekkende tuin. Tot de volgende keer bij Dit is Holland. Tot dan. Tot de volgende keer bij Dit is Holland.